Jan, we waren bij de start van de terugronde. Blikken we eerst even terug op de heenronde. Hoe kijk je daar zelf op terug? Maar volgens mij is het toch zeer positief, want er zijn hier zoveel dingen veranderd. Qua ploeg, qua staf, qua bestuur ook. Dus we hebben toch 21 punten. Dat was niet gemakkelijk, elke week met zo'n brede kern te werken, met zoveel nieuwe spelers. En we hadden niet altijd het niveau dat wij willen hebben. Maar toch, de punten zijn er. En hier thuis, we hebben nog niet verloren. Dus dat is wel positief. We staan zevende in de klassering. Is dat beter dan wat je zelf had verwacht? Volgens mij wel, want er zijn zoveel ploegen die kunnen ambities hebben om de play-off 1 te spelen. Dat is niet makkelijk voor ons. Ik zeg dat meer dan 15 nieuwe spelers hier. En we hebben de kans laten liggen, een paar keer denk ik, om naar omhoog te kunnen kijken. Dus we moeten rustig blijven, verder zo werken. En dat zal wel verbeteren, denk ik. We hebben ook een paar echt goede wedstrijden gespeeld. Welke vond je zelf de sterkste van de hele reeks? Oh, dat weet ik niet. Ik denk, als we pakken een mooie wedstrijd, vind ik dat we de wedstrijd op Oostende. Dat was denk ik een zeer mooie wedstrijd. Ook de eerste wedstrijd tegen Standaard op een andere stijl. Maar dat is niet de voetbal dat wij willen spelen. We proberen, maar dat pakt een beetje tijd. Dat wist ik en ik ben, ik ben niet verrast dat soms we spelen goed, soms niet goed. We hebben ook een heel sterke thuisreputatie. We hebben nog niet verloren. Wat is het geheim eigenlijk daarvan? Maar het is ook dankzij de zeer goede werk dat was gedaan de verleden jaren. En ook met de sleutelspelers ook. We spreken altijd over onze verdediging, maar ik denk dat we hebben ook sterke mannen op onze middenveld. Dus dat geeft wel een evenwicht aan de ploeg. Wat ook lange tijd de sterkste defensie van eerste klasse. Is dat de grote kracht van dit team? Dat is één van de krachten, denk ik. Qua de mentaliteit, de wil en ook het plezier dat ze nemen om te verdedigen. Dat is niet altijd mooi, maar het is wel efficiënt. En dat is een werk van heel de ploeg, denk ik. Ja. Heel efficiënt voetbal, dat zeg je zelf ook. Hoe kan je de spektakelwaarde eventueel nog opkrikken? Met tijd, denk ik. En als de spelers zullen nog meer met elkaar trainen, spelen. Ook activiteiten doen. Ze kunnen elkaar beter en dat zullen ook veel verbeteren. Op het veld is het niet altijd gemakkelijk, want elke week is een andere wedstrijd. Dus je moet je toch soms aanpassen. En wat ik vraag soms is niet gemakkelijk, want ze zijn niet gewoon op zo'n methode te werken. Dus dat pakt een beetje tijd, maar dat is niet zo slecht, denk ik. De zevende plaats doet de supporters natuurlijk al dromen van play-off 1. Is dat een realistische ambitie? Iedereen, denk ik, moet dromen. En als je speelt voetbal, je moet altijd ambities hebben. Dat zeg ik altijd tegen mijn spelers. Ik vind dat wel jammer dat we zijn 2 of 3 keer zo dichtbij geweest om de stap naar voren te kunnen doen. We hebben dat niet gedaan op details. En ik hoop dat in de tweede ronde we zullen de kans krijgen om naar boven te kunnen kijken. We komend weekend starten terugronde. Wat verwacht je er zelf van? We starten onmiddellijk een mooie wedstrijd op Standaard. Maar ik denk dat de 6 volgende week zullen beslissende zijn voor ons. En daarna zullen we zien dat nieuwe jaar. Standaard mist 3 titularen zondag. Is dat een unieke mogelijkheid om voor de stunt te gaan zorgen? We spelen niet op dezelfde categorie, denk ik. Hè. Standaard, Anderlecht, Brugge, Gent. Dat is een andere categorie. We moeten niet zo kijken. We moeten gewoon vertrekken van onze sterke en van onze kwaliteit. En we zullen daar een goed georganiseerde wedstrijd spelen met ook veel ambities om iets misschien te kunnen naar Kortrijk brengen. Je hebt zelf ook 2 jaar bij Standaard gespeeld. Is dat nog iets bijzonders om terug te keren naar Sclessin? Dat is de eerste keer dat ik zal terugkomen zoals trainer. En het is altijd een plezier om naar Standaard te gaan voetballen, denk ik. Met zo'n stadion, zo'n sfeer. Dat is een van de mooiste stadions, denk ik, in België waar we kunnen voetballen. We zijn half november, dat betekent dat de wintermercado er ook aankomt. Vrees je eventueel het vertrek van 1 of meerdere sterkhouders? Dat was ook het geval gedurende de zomer. Dus ik hoop van niet. Het is normaal, maar het is ook logisch. Misschien 1 of 2 spelers zullen opportuniteit krijgen. Tot slot, wanneer zal jij tevreden zijn als trainer op het einde van de tweede ronde, van de terugronde? Maar ik heb gezegd, als we doen een goede seizoen, we blijven daar zonder probleem en misschien kunnen we de kans grijpen om naar boven te kijken. Ik zal heel tevreden zijn, want het is het eerste jaar voor iedereen hier, denk ik. En voor mij ook. Bedankt, Johan, en alle succes. Dank u.